Als je aan naarden denkt, dan denk je natuurlijk aan de vesting. Maar je denkt natuurlijk ook aan dit soort charmante bruggetjes. Water met lelies, bramen, roeiers en heel veel ruimte om je heen. En ook het huis dat ik jullie nu ga laten zien, ligt vlak bij dit bruggetje. Echt op een steenworp afstand. Kom maar even met me mee. Een minuutje lopen en dan ben ik hier in deze idyllische voortuin van Tierensweg nummer 11. Mijn naam is Elle Mouthaan, Elle Mouthaan Makelaardij. En dat we in Naarden zijn, dat kunnen we onder andere zien aan de kleur van het nummerbord. Geel en zwart, de kleuren van Naarden. Voordat we naar binnen gaan, wil ik je nog wat laten zien over de buitenzijde. Kijk even naar de raampartijen. Dit is origineel staal uit 1938. En kijk even naar de gele bakstenen. Ja, het geheel maakt een hele sfeervolle indruk. Ik laat je zien hoe het van binnen nu is. Dus niet alleen buiten veel originele details die behouden zijn gebleven, maar ook binnen. Bij de trap, bij de kozijnen rondom de deuren en ook de hoogte van het plafond. Want dat is echt wel heel erg mooi. De woonkamer die is niet alleen hoog, maar ook heel breed en heel erg licht. En kijk eens wat een ontzettend leuke erker. Hij hangt eigenlijk een beetje over de voorgevel heen. Zie je niet zo vaak dit soort dingetjes. De keuken, die is handgemaakt. Multiplex en natuurlijk met een soft touch. Hij is nu in blank. Je kunt natuurlijk ook paars schilderen of wit, wat je maar wil. En vanuit de keuken loop je zo die fantastische tuin in. Was de voortuin al idyllisch met vruchtenbomen? De achtertuin staat wel een heel mooi cadeautje. En dit is dan dat cadeautje. Een fantastische appelboom met weet ik hoeveel appels. Dus wil jij dit najaar appeltaart maken of appelmoes of wat maar ook of appelsap? Je eigen appelboom met echt, ja, ik weet niet hoeveel honderden appels. Achter in de tuin staat de garage. Ongeveer 22 vierkante meter en ook nog een grote vliering. Hoe leuk is dat als je kinderen hebt om die daar lekker te laten spelen of gewoon bergruimte. En dan de eerste verdieping, twee hele grote slaapkamers en een derde goede. En deze grote slaapkamer heeft een fantastisch uitzicht over groen en water. Dat zie je nu in de zomer wat minder goed, maar in de winter, als de blaadjes van die mooie appelboom af zijn, water, vrijheid, uitzicht. De badkamer ligt aan de voorkant met twee hele mooie ramen voor lekker veel licht en heeft dezelfde afwerking als de keuken, ook handgemaakt. Wil je het in een andere kleur? Geen enkel probleem. En we hebben nog een tweede badkamer, die is boven. Naast een tweede badkamer boven heb je hier ook twee hele grote zolderkamers. Echt fantastische kamers. Dus totaal heeft dit huis 5 slaapkamers. Wil je nou zelf komen tellen hoeveel appels er in deze boom hangen? Neem dan even contact met ons op. Je kunt ons bellen, WhatsAppen en kijk voor meer informatie ook op www.tierensweg11.nl.